Dit is de Shabir Show met Shabir Borhani. Shabir, is dat die Nederlandse bekeerd? Nee man, Shabir is een of andere persoon. Hij is echt een goede persoon man, Shabir. Hoe kan zo'n dwaas, misschien drugsgebruikende persoon, net als Tariq Shara, die zich voordeed als een salafist vroeger, want hij ging wel degelijk met Salafi broeders om, ook broeders die ik ken. Op een gegeven moment is hij aan de drugs geraakt. Omdat de shaitan heeft hem via die weg heeft hij hem laten afdwalen. Maar ja, wij weten ook niet wat in zijn hart zit. Waarom Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft laten afdwalen. En als het goed is, is hij ook gewoon een kafir. Is hij gewoon een afvallige. Omdat hij dat soort dingen zelf heeft benoemd. Hij heeft Aisha radiallahu anha beledigd. Hij heeft openlijk via die Chessie-kanaal de islam meerdere keren beledigd. De profeet beledigd. Allah subhanahu wa ta'ala beledigd. Sowieso zo iemand, weet toch? Die valt buiten de islam. Is gewoon een duidelijke koffer. En hij heeft ook zelf toegegeven in een bericht. Wat toen destijds rondging. Dat hij interesse heeft in het christendom. Dus bij deze. En nog iets. Wallahi, wa tallahi wa billahi. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien bedelen hier in het winkelcentrum bij mij in de buurt. Niet één keer, een paar keer. En in de nacht rondlopen in de Haagse Schilderswijk. Proberen deuren te openen. Ik heb met mijn eigen ogen gezien. Ik ben getuige. Allah is mijn getuige. En als iemand zegt, Allah is mijn getuige, volgens Sheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Degene die zweert en hij zegt, Allah is mijn getuige en hij liegt, die heeft koffer begaan. Dus ik zou nooit zomaar zweren bij, vooral niet voor dit soort, voor niks, maar mohim als jouw leven. Terrorisme aanvallen samen met Zero Fox op mij uitvoeren. Nee, die was eerst ook geen salafist denk je, hij was gewoon een infiltrant, hij deed zich voor zoals die Zegers of die Patrick Pauw en zo. Snap je, misschien was die vanaf het begin gewoon informant. Vroeger, praat over 10 jaar plus geleden. En ineens elke keer salafisme aanvallen. Waarom? Omdat hij zijn politieke jasje heeft. Dat zijn gewoon ikhwan muslimin. En als ze dan een baard hebben en een kamis dragen of zo, dan zeggen ze, oh, dat zijn ook salafisten. Maar dat klopt helemaal niks van. Als je hun aqida en hun grondbeginselen gaat kijken, hebben ze niks met salafisme te maken. Eerder met gewoon ik gewoon moslimin en Khawarij praktijken. Dus in opstand komen en bezighouden met politiek. Wallahi broeder, ik behoorde nooit echt tot hen. Ja, misschien had ik jaren terug sommige van hen gezien tijdens een demonstratie of zo. Maar ik werd juist door die mensen bedreigd op een gegeven moment toen ik studeerde in Leiden. Omdat ik via televisie kritiek had op Daesh. En ik was tegen hun takfiri, Khawarij, manhaj, zeg maar. Ze wilden mij aanvallen meerdere keren en ze gingen mij bedreigen, subhanallah. Omdat ik kritiek op hen had. Dus ik behoorde nooit tot hen of zo. Ik behoorde nooit tot een of andere groepering. Zelfs niet Sharia voor of straat dawa behind bars. Ik dacht in eerste instantie ze doen dawa en zo, maar toen ik merkte dat ze inderdaad extremistische tendensen hadden, ik had afstand van hen genomen. Zoals vandaag met die Zero Fox en die idiote gang en die extreemrechtse mensen die mij bedreigen omdat ik moslim ben. En... Wat ben je politie? You're next, my friend. Kom. Wat heb je aan? Wat ben je politie? Hey, kom even, kom. You're next, my friend. Kom. Wat heb je aan? Wat ben je politie? Hey, kom even, kom. Hey, kijk die achterjas. Laat me alleen die achterjas zien. Kijk, maak ze open. Maak open, ik wil... Laat alleen zien, doe normaal man, waarom doe je zo, Hassa? Hey. Timer dan, laat even die jas zien, die politiejas. Laat even zien. Broer, ik heb haast.
Laat even zien, nee. Wacht, wacht. Hey, hallo. Je mag geen neppe politiejasjes aan. Hey, hey. Hey, let's... Boer, ik heb haast. Waarom ben je met rust springen? En dat zijn trieste mensen. Tony, ik weet wie je bent, waar je verblijft. Ik weet dat jij geen vaste verblijfplek hebt, omdat je niet eens in Nederland eigenlijk in een streef staat. Ik weet waar je bent. Ik ben erachter gekomen, ik heb je foto. Echt een groot hoofd, je bent fucking skinny. Tony, ik weet meer dan je denkt en je weet. Je bent niks anders dan een copycat. Je bent alleen. Je bent met te weinig. Ik ben met minder. Je moet beseffen dat seizoen 2 van aangepakt veel leuke dingen gaat brengen, Matsko. Grijp je? In deze vuist? Die gaan me zien. Hij gaat zien wat deze vuist. Glorie. We gaan zien. En dan gaan we weer allemaal lekker gewoon genieten van de afgang. Zo'n vieze, gore, minderwaardige woorden zo. Tony, ik heb jouw foto's, ik weet waar je verblijft. Ik weet dat je niet een vaste verblijf was. Ik weet waar je uithangt. Ik weet al jouw plaatsen, jouw comfortzones. Wanneer ik voor je sta, ga ik jou gewoon laten zien wat dominantie is. Dat je wat gewoon... superioriteit inhoudt. En dan pas ga je voelen. Weet je? Wat het echt allemaal inhoudt. En dat type wat je doet, en dat stoelen op dat internet, wat echt helemaal geen nut heeft, omdat het jou in de kanker shit gaat brengen. Sorry voor mijn gekaap. Snap je? Altijd ready. Dus seizoen 2 wordt heel leuk. Ik heb al helemaal een lijstje opgesteld van mensen. Begrijp je? Mensen spelen met vuur. Vandaar ook dat. Snap je? Kijk maar daar. Tony. Besef dat goed. Wanneer ik kom aan mijn nakkel, doe ik kom voor je moeder. Ik kom. Als ik zeg ik kom. Ik kom. En dan, ik zweer het, ik krijg gewoon kippenvel op mijn hoofdhuid als ik nadenk aan het moment dat ik jou zie met jouw fucking shit. Wanneer je mij ziet. En dan denk je aan al die shit van, had ik maar niet zo stoer gedaan op internet. Deze zero fucks is uit op bloed, sorry. De jongen is abnormaal. En dan alsnog zijn er motherfuckers die stoelen doen. Snap je? Bruce de Poes blokkeert elke hoerenzoon die stoel doet in deze fucking chat. Ik ben Zero Fox en ik zat achter YouTube-kanaal van Infinim Fasimus en ik heb al die terreuraanslagen op Shabir Burhani, zijn woning en bezittingen opgeëist. Ik ben dom geweest. En nu moet ik mijn straf ondergaan en op de blaren zitten en ik vind dat mijn helpertje de verwarde junkie en zelfverklaarde informant Chessie Tariq Chara RM moet krijgen van de rechter. Hij zat achter YouTube kanaal van Bob de Bouwer en probeerde middels valse beschuldigingen, leugens en laster Shabir Burhani te beschadigen en zwart te maken. Ik neem afstand van de extreemrechtse gekkies en potentiële terroristen Adal Wolf, Tony van het Veld en E.Postbode. Shabir is een onschuldige, lieve en vreedzame moslim en een goede burger.